Goedemiddag, dit is Chris Dekker van De Bassist en we zijn op de NEM 2020. Deze week vallen een aantal dingen op en dat is onder andere dat er heel veel shortscale bassen zijn te zien. Daar komen we later nog een keer op terug in het magazine en op de website. Maar een ander punt is dat duurzaamheid toch wel hoog in het vaandel staat. We zien bij een aantal merken zien we vegan gitaarbanden. Denk aan Levi's, denk aan Warwick, denk aan Richterstraps. Vaak is het kunstleer, soms is het van hennep gemaakt. Een merk wat ook heel erg aan het milieu denkt is Kala ukuleles. En ze zijn ook bekend van de U-Bass, de ukulelebas. En het model wat ik hier in mijn hand heb is gemaakt van bamboe. Heel duurzaam. Het schijnt heel goed te zijn voor gitaren, voor snare drums. En ja, waarschijnlijk is dit een begin van een moment waarop we meer bamboe gaan zien in muziekinstrumenten. Een U-Bass dus van Kala.